Goedemorgen en welkom bij de Achteruitkijkspiegel, waarin we terugblikken op de week. En ja, dan ben je natuurlijk gewend dat ik nu iemand ga bellen, maar dat doe ik helemaal niet, want Damiaan zit gewoon bij mij in de auto. Hoe is het mogelijk? Ja, dat kan toch helemaal niet? Nou, het kan dus wel, want dit is een Lexus LS en ik heb het nagemeten. Je haalt die 1,5 meter gewoon tussen deze stoel en rechts achterin, waar de belangrijke man natuurlijk hoort te zitten. Dus zitten wij hier volkomen veilig, ja. Denk ik. Ik denk het ook wel. Jawel, toch? Ook gezien het feit dat ik het ook al gehad heb. Ja. Dus we zitten goed. En het is inderdaad, ik heb het gevoel dat ik zelfs mijn stem moet verheffen om je te bereiken. Dus je zit een mooi eindje verderop. Forse bak. En altijd zo, hè? Want Lexus heeft natuurlijk maar 1 lengtemaat. In tegenstelling tot eigenlijk alle concurrenten. Je hebt geen korte variant, dit is het. Dus... Of heb je geen lange variant? Nou, ze zeggen zelf, je hebt geen korte variant. En dat is inderdaad. Het is, als je ziet hoe jij daar zit, dan denk ik dat ze daar wel een punt mee hebben. Hoewel een lange S zeker nog ruimer is achterin. Ja. Dat, precies. Dus je zit er een beetje tussenin. Precies. Maar inderdaad, ik heb hem ook gehoord ooit bij Lexus. Ik ben bij de originele presentatie geweest. Inderdaad van, wij hebben geen korte variant. Ja. Dat vind ik wel een leuke manier om het te brengen. Dat je maar één lengteversie hebt. Ik vind sowieso, nu we het toch over dit soort limo's hebben, dat het dan altijd de verlengde versie wordt genoemd. Dat is ook een beetje gek. Het is eigenlijk een korte en een lange versie. Maar het is natuurlijk niet zo dat ze die auto door midden hebben gezaagd en verlengd hebben. Nee, dus dat klopt Nee, precies. Dat de dealer even de zaag erin zet en zegt, je wilde de verlengde. Dus die verlengd. Ja, een klein stukje tapijt erbij en klaar. Nee, precies. Dus, wat vind je van de LS, Jan? Ik vind het een fantastisch mooi ding om te zien, sowieso al. Ik kan me voorstellen dat het heel veel mensen in Europa te druk vinden. Er zitten heel veel lijntjes en foutjes en zo, dat is zo. Maar in mijn beleving is het allemaal één geheel. Hoort het allemaal bij elkaar, zeg maar, past het in het plaatje. En ik vind het echt een unieke verschijning. Dus dat vond ik al op de eerste dag dat hij gepresenteerd werd. En nu is hij dan gefacelift. Nou ja, die neus is iets rustiger geworden, maar ik vind het nog steeds echt een fantastische verschijning. En ik ga hier geen dubbeltest zitten uitspreken, dus daar wachten we nog op de video. Maar het is natuurlijk ook een fenomenaal ding om te rijden. Ja. En het is wel grappig, jij had de vorige dubbeltest gedaan in 2020 met een pre-facelift LS. En daar waren twee grote verbeterpunten, het infotainment en de aandrijflijn. En dat zijn nu ook net de punten waar ze naar gekeken hebben. Dus we hebben goede hoop dat hij nu... Maar ik zie nog steeds dat paneeltje waar je je vinger overheen moet bewegen. Ja, maar je ziet ook een grote scherm en je kunt nu kiezen. Dus je kunt alsnog... Okay. Je moet het zelfs ook een beetje gebruiken, denk ik, om het menu op te roepen. Maar daarna kun je dan wel gewoon touchscreenen. Ja. En dat... Nou ja, dat werkt ook een stuk beter, want dit is gewoon heel ergerlijk inderdaad. Ja. En wat voor vergelijk ben je eigenlijk aan het maken? Met een S-klasse. Met een S-klasse? Met een S450. Ja. En lang dus ook inderdaad. Ja. Dus daar heeft hij het wel weer. Dat is natuurlijk wel een hele serieuze tegenstander. Ja, die S, dat vind ik wel een heel indrukwekkende auto. Ja. En dan zal deze auto wat, denk ik, maar ik ga hier niet de uitslag van je dubbeltest voorspellen. Maar daar zal hij best wel eens moeilijk mee kunnen hebben, die Lexus. Ja, dat denk ik ook. En aan de andere kant denk ik ook steeds vaker, dat wil natuurlijk niet zeggen dat de auto die de test niet wint geen kwaliteit heeft. Oh nee, want dat is inderdaad, hij heeft namelijk heel veel charme ook, vind ik, deze auto. En ik vind zo'n Mercedes een beetje koeltjes, zeg maar. En ik vind dit wel een, het is echt wel even wat anders. En die grill, zeg maar, je had het er net al even over aan de voorkant. In de eerste keer dat ik hem zag, dacht ik, jeetje, wat hebben ze nou toch gedaan? En nu vind ik het eigenlijk juist een ontzettend gaaf onderdeel van die auto. Ja, toch? Het past allemaal in het plaatje. En ik stond gisteren bij de golfbaan voor de video, voor de dubbeltestvideo. Die komt er natuurlijk ook aan. Ja. En verrassend genoeg, een heleboel mensen die daar langs liepen, die kozen gewoon meteen voor de Lexus. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ze hem zouden kopen. Ja. Blijkbaar, want je ziet ze nooit. Maar dat vond ik wel opvallend. Dus het spreekt toch wel mensen aan ook. Ja, ja. Hey, en van Lexus is het een heel kleine stap naar DS. Ja, als premium merk. Ja, ik vind het wel eigenlijk. Ja, ja. Ik vind qua stijl, ze zitten voor mij een beetje in dezelfde vijver, gevoelsmatig. Qua design bedoel qua je dan? Qua designstijl, ja. Oké. Maar ik begin over die DS, want jij hebt van de week de DS4 bekeken. Ja. Heet hij nog DS4 Crossback? Nee, dat is ook weer verwarrend. Hij heet DS4, maar je hebt dan wel een versie die iets meer crosserig is. En die heet dan gewoon Cross. Terwijl ze hebben natuurlijk wel de DS7 Crossback. Maar blijkbaar is Crossback is echt een SUV. En Cross is een dun laagje SUV-erigheid over een bestaand model heen, kennelijk. Oké. Hey, en help me even, de DS4... De vorige DS4, die nog wel Crossback heette, dat was zeg maar een broertje van de Citroën C4, een technisch opzicht. Maar ik reed vanmorgen toevallig met de Citroën C4, nieuwe Citroën C4. Ja. Dat is geen broertje van de DS4, toch?
Nou ja, volgens mij is de nieuwe C4 qua platform eigenlijk meer een B-segmenter. Ja, net een, ja, hoewel dat met modulaire platforms trouwens altijd een beetje vaag is, maar goed. En dit is echt een 308 technisch. Dus het is echt een volwaardige C-segmenter. Okay. En het grappige is trouwens ook heel apart, maar ze noemen het heel nadrukkelijk een hatchback. Maar terecht zag ik in de comments onder mijn video over, nou, dat is helemaal geen hatchback, dat is een SUV of een crossover. Ja. En, ja, inderdaad, als je hem zo beschouwt, denk je, ja, er zit toch wel heel veel crossover in. Dat heb ik natuurlijk al wel benoemd, maar het is echt duidelijk wel een crossoverachtig model. Ja. Maar ze noemen het dus een hatchback en het was altijd omgekeerd. Dan kreeg je auto's die een hatchback waren en die heel erg als SUV werden gepusht, want dat is natuurlijk helemaal hip. Dus het is heel typisch, maar ze willen heel graag dat het als een gewone hatchback wordt gezien. Ook al is het een beetje een crossover. Okay. Dus de wereld is er weer niet duidelijker op geworden. Nee. Een andere nieuwe auto van deze week is de BMW i4. I4 is nieuw trouwens, maar daar wilde ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. Maar de iX. Ja, dat is dat is een soort. Ja, wat is dat eigenlijk? Hoe, ten opzichte van de iX3 is hij groter, hè? Ja, ik geloof het wel. En het is natuurlijk vooral het vlaggenschip EV-model waarin dan alles op het gebied van technologie en zo wordt uitgedragen. En het is vooral een heel spraakmakend model, kunnen we wel zeggen. Wel. Ja, de lijst met comments is behoorlijk. Wat vind jij ervan? Dit is de kans, hè? Nu mag je eerlijk zijn. Nee, precies. Het is zaterdagochtend, dan luistert de industrie niet mee, hè? Nee. Nou, ik vind hem niet zo mooi. Oké. Nee, ja, ik... Maar dan moet de vraag eigenlijk zijn, waarom vind je hem niet zo mooi? Maar ik vind hem erg... hij komt erg imposant en fors komt hij over, zeg maar. Hij is heel plomp, misschien, is dat het woord wat ik zoek. Ja. En sommige details in het design, zoals de achterlichten en de veelbesproken voorkant, die kunnen mij persoonlijk niet helemaal bekoren. Nee. Het lijkt me een zalige auto verder om te rijden. En de specificaties zijn ook goed. Maar nee. Ja, dat uiterlijk is moeilijk. Ja. Terwijl bijvoorbeeld, ik vond toen BMW met de i3 kwam, een half leven geleden. Dat vond ik, en dat vind ik nog steeds, ontzettend gaaf ontwerp. Dus zeg maar ook helemaal anders dan wat ze doen met zo'n auto's met conventionele aandrijflijn. Ja. Dus ze vonden, dan moeten we even iets anders doen. Nou, dat vind ik met de i3 ontzettend geslaagd. Dat vind ik echt een heel leuk ding. Maar met de iX op de een of andere manier, minder. Ja, en toch is het tegelijkertijd wel zo dat want ik heb dat ook. Ik bedoel, ik denk dat bijna niemand echt een mooie auto vindt. Want daar is hij inderdaad, hij is gewoon niet sierlijk. Hij is best wel plomp, inderdaad. Ja. Maar het is wel natuurlijk zo dat heel veel BMW's in het verleden, die vonden mensen dan lelijk. Ja. En die werden later toch wel weer gewaardeerd. Omdat ze heel gewaagd en, de Bengal 7-serie, om maar eens een bekend voorbeeld te noemen. Nou, zijn er eigenlijk al meer, die 5-serie uit die periode. Die werden echt uitgekost aan het begin. En die vind ik nu heel mooi. Ja. Dus ja, die slag om de arm hou ik dan altijd wel. Dat ben ik met je eens. Denk, het zou kunnen dat we het over 10 jaar toch een leuk ding vinden. Oké, Jan, nou van de BMW iX, wat een hele moderne auto is, is het weer een makkelijk bruggetje maken naar vroeger. Want vroeger was natuurlijk alles beter. Alles. En ik zit al de hele tijd met de Auto 2 Classics op schoot, die nu dit weekend uitkomt. En dat is een extra dik nummer voor de zomer. En we hebben een thema gekozen waar ik zelf, dat zal wel met mijn leeftijd te maken hebben, ontzettend fan van ben. Namelijk de jaren 80. Ik zag het, ja. En kijk, jij bent een beetje liefhebber. En als jij kan via je spiegel, kun jij al zien. Welke auto hebben we hier maar een heel klein stukje van afgebeeld? Een Testarossa. Een Testarossa, precies. En die staat er natuurlijk in, een witte. Is een heel leuk verhaal geworden, want naast een witte Testarossa hebben we, hoe krijg je het bij elkaar, vraag je je soms af, hebben we ook een witte Lamborghini Countach, ik weet nooit hoe je het zegt, Countach, Countach, ja, zeg het nou. Ja, zeg het maar. Ja. Ja, dat zou ik wel in de comments willen zien, hoe spreek je dat uit? Buiten die Lamborghini en die Ferrari ook nog een Porsche 911 Turbo. Ook een witte. Dat is echt een leuk setje. Echt de jaren 80 heftigheid. Maar we gaan natuurlijk ook in op gewoon dingen die gebeurd zijn in die periode. We pakken natuurlijk ook de volstrekt normale auto's. Even niet deze gekkigheden. Maar we hebben bijvoorbeeld een heel mooi klokje rond gemaakt met de Renault Espace. Ja. En in de dubbeltest komt een Escort en een Cadet naar voren. Oh, heerlijk. Ja, dus Auto 2 Classics, beste mensen. Ik denk zelfs dat het beste nummer ooit is. Koopt het allemaal.
En wat heb jij dan met die auto uit de jaren 80? Nou ja, weet je, kijk, ik ben geboren in 1976. En dus de jaren 80, dat is mijn jeugd geweest. Dat zijn, ja, dan ontdek je de wereld en dan zijn dat de auto's die daarin voorkomen. Ja, precies. En ja, dus dat heb ik ermee. En dat is ook inderdaad wel de kracht van auto classics. Ja, ik heb dat daarom ook meer met de jaren 90. Dat dacht ik al. Ja, logisch. Ja, voor niemand een verrassing. Maar sowieso jaren 80 inderdaad ook wel heel leuk. Ja. Ja, en er zullen anderen weer zijn die dat juist weer met de jaren 70 hebben. En die komen binnenkort natuurlijk ook aan bod. Ja. Er viel mij trouwens één dingetje in het nieuws op van de week. En daar kreeg ik eigenlijk gewoon helemaal een beetje de kriebels van. Ja, ik denk dat ik al weet waar het over gaat. En ik moet zeggen, ik ken natuurlijk niet alle details, want zo'n nieuwsbericht gaat altijd maar even over de oppervlakte en dan vooral over de oppervlakte die erg opvalt, namelijk dat er in Frankrijk crashtesten gedaan zijn met lijken van mensen. Ja. En het punt was volgens mij nog niet eens zozeer dat gedaan was, maar dat de nabestaanden er niet van wisten. Dat was het grote bezwaar. Maar ik neem aan dat dit niet mensen zijn die overleden zijn, lagen te wachten op hun begrafenis, dan even stiekem geleend werden voor een crashtest. Ik neem aan, mag ik hopen, dat het mensen zijn geweest die zeg maar aangegeven hebben van, nou, als ik overleden ben, dan mag mijn lichaam gebruikt worden voor de wetenschap. Klopt, maar ik denk dat ze daarbij over het algemene beeld hadden dat ze op een tafel zouden liggen en dat er wat onderzoekjes zouden plaatsvinden en niet dat ze in een auto gerezen zouden worden en met honden tegen een muur aangereden zouden. Ja, dat is, ik vind dat, ja. Ja, het is ook wetenschap natuurlijk, maar het is toch, ja, ik weet niet, ik vind het wat onethisch persoonlijk eigenlijk. Het lijkt me vooral heel bizar als je dat werk hebt. Als je, dus moet je, even, je moet je niet, misschien niet te lang over nadenken, maar er zijn dus mensen die overschotten dan in die auto moeten snoeren en dan, nou ja. Ja, het schijnt ook wel op plekken in de wereld met andere dieren gedaan, met levende dieren gedaan. Ja, in China, volgens mij. Ja, daar zijn ze niet zo moeilijk met dieren. dat vind ik zo mogelijk nog onethischer als je daar zeg maar een ranglijst in kan aanbrengen. Ja. Want een crashtest dummy, namelijk gewoon een pop die gemaakt wordt in een fabriek, gewoon van kunststof. Dat zijn al heel intelligente dingen, zijn heel doordacht en die kunnen alles al meten. Dus ik snap niet zo goed, maar dat zeg ik, zo'n nieuwsbericht gaat alleen maar over de oppervlakte. Ja. En dus ik snap niet zo goed waarom je nou per se dan... Er zal wel een reden voor zijn, maar misschien moeten die nabestaanden inderdaad even duidelijk maken wat het idee is. Ja. En vragen of het mag. Ja. Nou, we gaan afsluiten wat mij betreft, Jan, met een positieve noot. Fijn. De maand mei, die net achter ons ligt, is voor de autoverkoop ontzettend goed geweest. Ja. 73% meer ten opzichte van vorig jaar. Ja, niet de beste vergelijkingsmateriaal. Nee, precies. Dat is natuurlijk de kleine nuance. Ja. Vorig jaar mei was de slechtste maand volgens mij sinds 1920 ongeveer. Ja. Maar het geeft wel aan dat er wel enige flexibiliteit in die markt zit. En de elektrische auto deed het ook goed. En dankzij de elektrische auto staat een heel bijzonder merk op 2, vond ik. Ja, Skoda. Ja. Ja. En dankzij de Enyaq. Ja. En dat is ook niet zo gek natuurlijk, want je ziet het ook wel in de reacties. Ook als het over een ID4 gaat, wat toch de vergelijking die iedereen maakt natuurlijk. Ja. Ja, het is eigenlijk toch weer de net iets ruimere, net iets fraaiere, volgens veel mensen dan blijkbaar, versie van een ID4. Ja. En niet dat een ID4 trouwens niet populair is, maar de Skoda doet het blijkbaar wel heel erg goed, ja. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk in voorgaande jaren altijd halleluja van de Tesla Model 3 gesproken in de verkopen. Ja. Maar in de maand mei, zeg maar, wat natuurlijk ook maar een momentopname is, werden er 10 keer zoveel van die Enyaqs op kenteken gezet als van de Model 3. Nou is het zo, dit is ook de eerste maand dat die Enyaq er is, dus zeg maar de eerste komen los die in bestelling stonden. Ja. Maar, dat is wel een goed teken voor als je bij Skoda werkt. Precies. De toon is gezet. Ja. Nou Jan. Ja, dat was hem wel weer, denk ik, hè? Dat was hem weer. We hebben de week weer besproken. Kan ik jou ergens afzetten zo? Nou, zet me maar af in Parijs. Ik zit wel best hier. Prima. Nou, fijn weekend en tot volgende week.